Yo beste mensen, het is Q&A time. Beste mensen, mijn naam is Brar van Total Brari en ik heet jullie van harte welkom bij deze gloednieuwe video. Want ik had jullie een DM'tje gestuurd via mijn sociale media's. Of tenzij een berichtje van, zo van, je kunt vragen achterlaten voor een Q&A. En natuurlijk, jullie hebben dat massaal goed gedaan. Hey, super! Niet dus. Er zijn niet zoveel vragen gekomen, alleen maar via Instagram. Voor de rest een paar likes op Facebook en op Twitter. Spijtig genoeg, geen resultaat daarop. Wat ik wel heel jammer vind, is natuurlijk dat ik het zoveel keer gedeeld heb, maar bijna niemand had iets gepost. Natuurlijk, voor de mensen waren het sommigen niet duidelijk waar dat je precies vragen moest achterlaten voor de Q&A. Maar ik had natuurlijk gestuurd via mijn Instagram, mijn Facebookpagina en mijn Twitter-account om massaal vragen achter te laten in de reacties. Maar er werden alleen maar vragen gestuurd via Instagram. En voor de rest niet vanuit Facebook of Twitter. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb toch interessante vragen gekregen en die ga ik nu stellen voor jullie. De eerste vraag komt van Herman Seppen. Ewa, hoe is het op je stage? De stage is goed verlopen. Natuurlijk, je bent een beetje laat. Maar om het te zeggen hoe dat het is eigenlijk. Met mijn stage ging het alles oké. Ik heb een A-test gehad. Maar dat is eigenlijk al zoveel weken geleden gedaan gezet. En ja, het was maar 2 weken makker, dus eigenlijk ja. Dus ja, maar toch fijn dat je het vraagt. Ben HGDN vraagt, Instagram of YouTube? Al twee. Ik vind het al twee even plezant. Dus ik vind zowel Instagram als YouTube eigenlijk tof. Dus eigenlijk al twee. Dan gaan we over naar Xintayootje. Xintayootje vraagt, wat is lekkerder? Poepen of plassen? Wat is dat voor een vraag? Ik dacht zo van in mijn eigen, wajo. Wat is dat voor een vraag? Ik snap wat je bedoelt, want poepen is eigenlijk, je weet wel, kakken. En plassen is zo'n beetje, ja, we kennen dat allemaal als we zo recht staan eigenlijk. Maar ja, deze video wordt toch nog echt waanzinnig. Wel, wat vind ik eigenlijk het lekkerder? Eigenlijk geen van beide, nee. Wat vind ik dus zaliger? Eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven. Nee, ik vind dat echt een krankzinnige vraag. Sorry, man. Dan vraagt hij nog eens, wat doe jij in je vrije tijd? Afspreken met vrienden. Voetballen. Wandel graag met een hond. Ik maak graag video's op YouTube. En natuurlijk, ja, nog zoveel meer om op te noemen. En dan gaan we over naar de laatste vraag. En dat is spijtig genoeg het laatste. Want er was echt niet veel gekomen. En natuurlijk, Gilde gaat echt verbazen. De Kia nu zegt, kan je ons je beste dance moves laten zien? Oké, jullie willen dat ik je mijn beste dance moves laat zien? Wel, hier heb je ze. Music, maestro. Ah, mijn voet. Oké, beste mensen, laat nooit je dance moves laten zien op de camera. Maar ik vond het wel een heel plezante uitdaging. Dankjewel, De Keanu, voor jouw vraag. Beste mensen, ik hoop dat jullie dit een plezante video vonden. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ik daar in mijn creativiteit heb ingestoken. Dus beste mensen, vond je deze video nou leuk? Drum dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En check mijn sociale media's. En ik zie je tot in de volgende video's. Doei kies mensen!